De verkiezingscommissies voorlichting, ICT, nationale veiligheid, wet en regelgeving en financiële administratie zijn door minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken geïnstalleerd. Deze commissies moeten op hun specifieke vakgebieden zorgen voor een vlotte voortgang van de verkiezingsactiviteiten. De voorzitters en leden zijn maandag 9 september 2019 geïnstalleerd. We hebben ons in de afgelopen periode gefocust op de burgeradministratie en alle werkzaamheden die daarvoor getroffen moesten worden. Maar we hebben ook naar de brede organisatie gekeken, zegt minister Noursalim. In zijn toespraak heeft de bewindsman ook vermeld dat logistieke werkzaamheden zijn voorbereid in aanloop naar de verkiezingen in 2020. Dit is gedaan in samenwerking met de districtscommissarissen.